Vaartig goeiedag kijkers en welkom bij deze aflevering van ATV COVID-19 Update. Het is het programma waarbij wij u informatie geven, inzichten en natuurlijk de laatste updates voor wat betreft de COVID-19 pandemie die nu raast door de wereld en die Suriname meer dan ooit in haar greep heeft. We kennen de verwikkelingen van de afgelopen periode. Twee weken terug leken we coronavrij. Er is altijd op gewezen dat het COVID-19-virus niet weg is. We hadden gewoon geen bevestigde gevallen meer. En dan krijgen we ineens die outburst. En de teller op dit moment dat het programma wordt gemaakt staat op 44 actieve cases op dit moment. En dat betekent dat in totaal 54 mensen positief getest zijn. We halen daar dus van af de ene persoon die is overleden en 9 personen die genezen zijn verklaard. Maar nu nog actieve cases op dit moment dat het programma wordt opgenomen, let wel, staat op 44 en dat is niet weinig. Het is echt een explosieve groei de afgelopen dagen geweest. In dit programma hebben we mensen waarbij we met ze praten vanuit hun werk, vanuit hun professie, vanuit hun oogpunt. Die werpen dan een blik op deze COVID-19 situatie. En we hebben vandaag een hele bijzondere gast. Hij is fytotherapeut. Hij legt zo meteen zelf wel uit wat dat is. En zijn naam is Vincent Narendorp. Ik tutoyeer hem. Vincent, van harte goedemorgen. Laten we beginnen met wat jij bent. Jij bent fytotherapeut. Wat is fytotherapie? Fytotherapie is eigenlijk niets anders dan plantengeneeskunde. Dus iets dat we al jaren toepassen in Suriname. Dingen waarmee we opgegroeid zijn. Maar het is een professie waarbij je gaat nagaan welke planten geneeskrachtige uitwerking hebben op ons lichaam. Oké, laat maar even teruggaan. De datum van 13 maart is gegrift in onze hersenen. Dat is de datum van de eerste positief geteste persoon in Suriname. Vanaf 13 maart tot nu, hoe heb jij deze hele coronacrisis ervaren in Suriname? Wel, ik heb het met mixed feelings ervaren, om het zo te zeggen. De reactie van mensen op deze pandemie, dat interesseert me. En ook de behandelstrategieën. Er zijn verschillende manieren van denken erover. Vanaf het begin was mijn idee hierover dat eigenlijk totale isolatie eigenlijk niet zoveel zin heeft. We begrijpen aan de andere kant heel goed dat het medisch systeem hier in Suriname eigenlijk heel erg fragiel is. En dat we alles moeten doen om dat te beschermen. Maar een totale isolatie gaat nooit ervoor zorgen dat dat beschermd wordt. Dat is één. En ten tweede, het gaat altijd ervoor zorgen dat bij any nieuwe influx van het virus er meer en meer... Een nieuwe golf dus. Ja, elke nieuwe golf dat je meer patiënten gaat krijgen en dat je het virus op die manier eigenlijk niet inhoudt. Een belangrijk ding dat jij dit virus eigenlijk ook over het hoofd geslagen is en dat eigenlijk in veel landen eigenlijk niet benadrukt is, is de rol van menselijke immuniteit hierbij. Om je een makkelijk voorbeeld te geven, als ik jou zou zeggen, ik heb een medicijn nu, dat 80% van alle zieke patiënten, als ik ze het geef, dat ze direct genezen ervan, van COVID-19. En dat de 20% van de mensen die niet genezen of die ziek raken, dat zij eigenlijk dat medicijn niet goed hebben gedronken of dat zij heel weinig ervan hebben gehad. Zou het niet wereldkundig gemaakt worden? Meneer, wat voor medicijn is dat? Eigenlijk is er zo'n medicijn en dat is je immuniteit. 80% van de mensen die met het virus te maken krijgen, geneest op eigen krachten. En hoe komt dat? Omdat de immuniteit werkt. Okay, de mensen even, die ziek voor worden. Mensen even, ja? We gaan door met het verhaal, ja, ja. Maar dat mensen het goed begrijpen. Je praat over de term immuniteit. Is een beetje algemeen bekend. Maar ja. In het kader van COVID-19, wat bedoel je met mensen moeten zorgen voor hun immuniteit? Zo, je immuniteit heeft verschillende factoren. En om op alles in te gaan nu, is een beetje... De belangrijkste. Maar het belangrijke is, het is jouw afweersysteem. Het zijn je de reactie van jouw lichaam op any indringer die naar binnen komt.
Dus je lichaam heeft witte bloedcellen, het heeft maakt eiwitten aan die virussen eigenlijk blokkeren in bepaalde delen van hun levensstadia. Al dat wordt met je immuniteit bedoeld. En er zijn een heleboel belangrijke factoren hierbij. Lymfevatenstelsel, leverfunctie, nierfunctie. Nou, wanneer deze dingen in goede conditie zijn, komt dat virus naar binnen. Omdat het een vrij nieuw virus is, je lichaam heeft er geen, om het zo te zeggen, geen kopietjes van gemaakt, geen database ervan. Dus hij moet het nu nog scannen, hij gaat er een genome van maken. En daarop gaat hij nu antilichaampjes maken. En de meeste mensen die met het virus te maken krijgen, genezen op eigen krachten. En eigenlijk is het mooi te zien dat bij kinderen vooral, dat die heel weinig geraakt worden ervoor. Tenminste, de kinderen die immunocompromised zijn, dus die geen immuniteitsproblemen hebben. Omdat kinderen hun immuniteit het snelst reageert. En daarom zie je dat oudere mensen daar veel meer moeite mee hebben. Maar desalniettemin, het grootste deel van de mensen die met het virus te maken krijgen, een groot deel van daar is asymptomatisch. Dat betekent, ze hebben niet eens symptomen ervan. Ze weten zelf niet eens dat ze daar het virus te maken hebben gekregen. Maar ze dragen het wel. Ze zijn drager geweest. En na een tijdje heeft hun lichaam het virus overwonnen en ze hebben dat virus niet meer. Maar wat we wel weten, wanneer we hun bloed testen, zien we dat ze dat virus gehad hebben. Mm-hmm. Want we zien antilichaampjes tegen dat virus in hun bloed. Mm-hmm. Met andere woorden, als jouw immuniteit op een goede manier functioneert, heb je een heel grote kans van overleven. Nu, als dat werkelijk zo is, waarom wordt er geen aandacht aan gevestigd? Aan ten eerste de groepen die we zeggen die vulnerable zijn, dus de groepen die risicogroepen zijn. Waarom wordt er geen aandacht gevestigd om deze groepen ten eerste te isoleren, zodat ze het virus niet krijgen? Maar in de tussentijd niet gewoon als makke schapen zitten in isolatie, maar in die tussentijd iets doen om hun immuniteit te verbeteren. En de mensen die daar buiten zitten, die een redelijke mate van gezondheid hebben, die mensen ook ervan op de hoogte zijn wat ze kunnen doen om hun immuniteit te verhogen. Oké, voor we verder gaan, men zegt wel eens practice what you preach, put your money where your mouth is. Iedereen wil veilig zijn, jij en je gezin willen veilig zijn. Wat heb jij met je gezin gedaan om, zeg maar, de veiligheid te garanderen van jouw gezin? Ten eerste geen isolatie. Ik werk nog steeds even hard door. Ik ga elke dag nog steeds aan het werk. Wat ik doe, is mijn gezin erop wijzen wat ze moeten doen om hun immuniteit te versterken. Dus kruiden gebruiken ten eerste die hun immuniteit opbouwen. Daar kunnen we een hele discussie over hebben, maar het zijn eenvoudige dingen die we kunnen doen. Zorg ervoor dat lever- en nierfunctie goed zijn. Eenvoudige kruiden, ik ga geen reclame maken voor mij, voor mezelf, maar eenvoudige kruiden die men kan gebruiken, die bijna overal in Suriname vindbaar zijn, voor nieren en voor lever, is Finbita. Gebruik Finbita. Tweede ding dat je kan doen, zorg ervoor dat je witte bloedcellen count hoog is. Er zijn kruiden daarvoor, heel specifieke kruiden, maar er zijn dingen die we kunnen doen om dat omhoog te krijgen, en dat is paddenstoelen gebruiken. Shiitake mushrooms, er zijn heel veel entrepreneurs hier in Suriname die met mushrooms bezig zijn. En die dingen helpen om mensen hun weerstand op te bouwen. We weten hoe goed mushrooms zijn bijvoorbeeld bij het behandelen van kanker en andere immuniteitsziektes. Mm-hmm. Die dingen gebruiken om je immuniteit op te bouwen. Zijn prachtige dingen. Die dingen zorgen ervoor dat je eigenlijk je lichaam beschermt. En die dingen hebben ook bewezen te werken bij mensen die al COVID-19 hebben. Heeft u bewijs daarvoor? Heeft u mensen behandeld? Heeft u mensen zover gekregen? Eigenlijk als we daarover praten, dan wil ik direct hier zeggen, omdat we een proces hebben waarbij we de mensen die COVID-19 hebben isoleren, krijgen deze mensen heel weinig zorg vanuit de natuurgeneeskunde. Als iemand bijvoorbeeld in het streekziekenhuis van Wanica geïsoleerd is, is het heel moeilijk voor mij als fytotherapeut bij zo'n persoon te komen en die persoon te helpen. Dus daarom is het voor mij, ik heb maar één persoon waarvan ik hier in Suriname duidelijk kan zeggen dat die persoon COVID-19 heeft, getest is en heb genezen. En het probleem is, we moesten de medicijnen letterlijk smokkelen het ziekenhuis in. Omdat wij eigenlijk nooit deze patiënten te zien kregen.
Dus het is voor ons dan ook moeilijk te zeggen, ja, wij hebben de medicijnen of de kruiden om deze mensen te helpen. Omdat je gewoon de patiënten nooit ziet. Ik heb patiënten in het buitenland geholpen. Daar is het iets makkelijker. Omdat waar is dat? Ik heb 1 patiënt in Canada en 2 in Nederland, 3 in Nederland. Maar omdat die mensen thuis behandeld worden. Dus die mensen kunnen thuis zitten, krijgen dan kruiden toegestuurd of supplementen toegestuurd en die genezen. En het is in de praktijk gebleken dat die mensen werkelijk goed reageren op die kruiden. En alle 5 patiënten die ik heb mogen helpen hierbij, ik zal nooit zeggen ik heb ze genezen, ik heb mogen helpen daarbij. Van alle 5 zijn ze binnen een week, dus binnen 7 dagen genezen. De patiënt hier in Suriname, ik mag gelukkig van haar het verhaal vertellen, heeft 3 weken lang positief getest voor COVID-19. Die lag al in het streekziekenhuis Sawanica. Ik weet nog, het was een dinsdagmiddag, heeft ze contact met me opgenomen van ik word knettergek hier in het ziekenhuis, kan je me helpen? Ik zeg ja, kom. En het is natuurlijk voor ons ook nog steeds experimenteel, want we hebben weinig mensen natuurlijk. Dus wat we doen, we gaan met de kennis die we hebben. Dus het eerste wat we doen, zorg ervoor dat de immuniteit opgebouwd wordt. Weerstand opgebouwd. Ik breng kruiden en ik breng de kruiden die ik weet die werken op luchtwegenontstekingen. Mm-hmm. Dinsdagmiddag is ze begonnen met de eerste doseringen. Donderdag heeft ze de eerste test erna gehad. Donderdagochtend heeft ze als eerste negatief getest. Vrijdag weer negatief. Zaterdag uit het hospitaal. Maar kon het niet, ik betwist uw werkwijze niet. Ja. Maar kon het geen toevalligheid zijn dat ze al aan de betere hand was en dat de testen dat toen kon. Dus ook niet en dat geef ik toe, dat kan. Maar de vraag nu is, hoe weten we het zeker? Juist. Hoe weten we het zeker als het niet werkt, als we nooit deze patiënten te zien krijgen? Mijn theorie hieromtrent is dit. In het ziekenhuis, als iemand COVID-19 heeft, wordt die behandeld daarvoor? Nee. Die persoon wordt begeleid. Met andere woorden, er is geen medicatie ervoor, er is geen behandelplan. Het enige wat we doen, als die persoon ademhalingsproblemen krijgt, krijgt die persoon zuurstof. Als die persoon heel veel problemen heeft, bijvoorbeeld een zware ontsteking op de longen, wordt die op een beademingsapparaat gezet. Is er een behandeling daarvoor, dus voor COVID-19, op het moment niet. Met andere woorden, als ze in het hospitaal opgenomen worden, worden ze eigenlijk ter observatie daar gezet. Nu, voor mij de ideale situatie zou zijn, neem ze op, observeer ze, maar geef ons de kans te helpen. Geef ons de kans kruiden te gebruiken om hun te helpen. Documenteer alles wat werkt, wat niet werkt. Want natuurlijk, er gaan een heleboel, want voor ons is het natuurlijk ook nog het uittesten. Nu, uit die documentatie gaat naar voren komen wat werkt en wat niet werkt. En dat kan voor Suriname een unicum zijn dat wij bijvoorbeeld hier kruiden gebruiken en mensen daarmee genezen. Zou dat niet geweldig zijn? Het zou geweldig zijn. In plaats van gewoon als matte schapen mensen te isoleren en niets te doen. Het brengt me meteen op de vraag, laat me een kleine inleiding geven. Ik weet zelf wel dat, ook uit eigen ervaring, dat als medici, ik heb wat blessures gehad, zeg maar, met brokkenbonjes en zo. Mm-hmm. En op een gegeven moment, als het niet goed gaat, dan verwijzen zij jezelf van luister, Zoek daar buiten. En dat bedoelen ze een natuurgenezer. Weet je, dat adviseren ze zelf. Misschien moeten we nu de omgekeerde volgorde hanteren. Kan de fytotherapeut niet de diensten aanbieden? Ik ben 100% zeker. Als het voor fytotherapeuten mogelijk is mensen te helpen die kanker hebben, die eigenlijk al terminaal opgegeven zijn, waarom zouden ze niet kunnen helpen? Maar heeft u contact gehad met zeg maar, het COVID-management team? Nee. Ik heb een aantal interviews afgestaan, maar ik ben helaas niet in contact gekomen met. Maar is er een vereniging van fytotherapeuten of sta jij op jezelf? Er is een groep van fytotherapeuten of van, laten we zeggen, natuurgenezers hier. Natuurlijk, er zijn verschillen in opvattingen. Veel mensen kunnen het verschil niet halen tussen echt gewoon wetenschappelijke natuurgeneeskunde. En anderen hebben daar natuurlijk ook traditionele kennis erbij, traditionele handelingen, die misschien op het geestelijke en het spirituele vlak ook zijn. Daar bemoei ik me niet mee. Dus ik ben sec alleen de, om het zo te zeggen, de wetenschappelijke weg die we kunnen opgaan
en zien hoe plantengeneeskunde helpt bij ziektegevallen. En jij doet alleen maar plantengeneeskunde, je werkt alleen maar met natuurproducten? Alleen met natuurlijke dingen. Dus het kan niet schaden, absoluut niet? Absoluut niet. Dus het voordeel hiervan is ook, we gebruiken geen planten die bijvoorbeeld een contra-indicatie hebben met medicatie die de dokter geeft, bijvoorbeeld. Even goed uitleggen, een beetje makkelijk. Okay. Contra-indicatie? Contra-indicatie wil zeggen dat het, niet samen gaat, om het zo te zeggen, okay, met medicatie die de dokter geeft. Dus dat het een afrechtse uitwerking heeft. De kruiden die we gebruiken zijn over honderden jaren zijn ze bestudeerd en weten we precies welke inhoudstoffen ze hebben, wat die inhoudstoffen doen. En eigenlijk, om eerlijk te zijn, de meeste van de medicijnen die in de farmacie nu te verkrijgen zijn afgeleid van deze kruiden. Zo, waarom zouden ze niet werken? Ja. Dus men slaat eigenlijk, je slaat de moeder over en gaat naar het kind toe. Maar die moeder heeft eigenlijk alles al gehad wat je nodig had. Ja. En dan, we weten op het moment dat we dit programma maken, dat er een heleboel geruchten gonzen als zou er een totale lockdown komen. Daar branden we onze vingers niet aan. Maar goed, er is nu al een partiële lockdown, ja, met beperkingen hier en daar. Jij bent daar geen grote voorstander van. Wat denk jij dat het beste zou zijn voor onze gemeenschap om de verspreiding tegen te gaan? Oké. Om het eerlijk te zijn, de cat is out of the bag. Er zijn al zoveel besmettingen. En het gaat alleen maar meer worden. Nu is het belangrijkste wat we moeten doen, ten eerste ervoor zorgen dat de gezondheidssystemen hier in Suriname, dus de medische zorg, beschermd wordt. Want wanneer je nu een overvloed aan heel erg zieke patiënten hebt, die bijvoorbeeld immunocompromised zijn en die problemen hebben met hun gezondheid, het systeem gaat die influx aan patiënten niet aankunnen. Dus Een gedeeltelijke lockdown heeft zin. Okay. Maar mijn grootste ding is, wat doen we in de tijd dat we in die lockdown zijn? Als we in die tijd niets doen om mensen ervan bewust te maken wat ze moeten doen, specifiek, niet gewoon algemeen zeggen, eet wat meer groente, eet wat meer fruit, maar specifiek wat ze moeten doen om hun immuniteit op te bouwen, gaan we nadat we uit die lockdown komen, terug in dezelfde situatie komen. En we weten uit de geschiedenis, en als we naar andere landen kijken, die in lockdown zijn gegaan, dat elke keer wanneer ze uit lockdown komen, de wave die daarna komt, groter is dan de eerste. Met andere woorden, wat we doen in de tussentijd, maakt veel zin. Als we mensen ervan ten eerste bewust maken wat ze moeten doen om hun immuniteit te versterken, gaan maken dat veel van de mensen die besmet raken, dat zij het overleven, immuniteit opbouwen en uiteindelijk geen dragers in de toekomst meer zijn. Mm. Tweede wat er kan gebeuren, mensen die problemen hebben met hun immuniteit wordt sterker en zij kunnen makkelijker het virus overleven zonder hospitalisatie. Dus de druk op het systeem wordt minder. En een derde voordeel daarvan is, als de mensen zelf gehospitaliseerd zijn, dan zijn ze niet daar gewoon om zo te zeggen geobserveerd te worden, maar hebben we daar mensen die met kruiden mensen daar kunnen helpen. So, we kunnen elk stadium van dit virus, kan natuurgeneeskunde een goede rol spelen, maar we moeten de kans geven. En dan binnen één minuut, mensen die thuis zijn, stel dat er een lockdown komt, er is nu al een partiële. Mensen die thuis zijn, in jouw opinie, wat kunnen ze met nu middelen doen die ze ja, bij zich hebben, die makkelijk verkrijgbaar zijn, wat kunnen ze doen om hun weerstand te vergroten? Ik verdeel je persoonlijke bescherming, zet ik zo. Ten eerste, als jij ervoor wil zorgen dat jij, om het zo te zeggen, minder in contact komt met het virus, is isolatie niet het enige. Wij weten dat bijvoorbeeld het virus zich het snelste verspreidt door wat we noemen aerosols. Toch? En dat is? Dat zijn lichte druppeldeeltjes die blijven zweven in de lucht. Nou, we weten dat bij een verhoging van de luchtvochtigheid, dat die aerosols sneller dalen, waardoor ze eigenlijk geen besmettingsgevaar vormen. Verhoogde luchtvochtigheid. Met andere woorden, ventileer ruimtes. Dat is één. Twee, zorg ervoor dat je goede zonlicht krijgt.
Betekent even ventileerruimtes als je in huis zit, doe ramen, doe ramen deuren, open. Deuren okay. open, zodat er een goede luchtdoorstroming is. Als je in een kantoor zit met de airco, weten we dat daarin juist eigenlijk het besmettingsgevaar nog groter is. Omdat de lucht daar droger is en die aerosols langer blijven zweven. Behalve dat diezelfde lucht blijft circuleren. Mm-hmm. Nu, wat doe je dan? Verhoog de luchtvochtigheid. Gebruik een diffuser of een humidifier noemen ze dat. En zet daarin bijvoorbeeld de etherische olie, zoals oregano-olie. En dat helpt die lucht te reinigen. Oregano-olie is zo'n sterke substantie. Er zijn bijna geen virus of bacteriën die er tegen bestand zijn. Het breekt gewoon alles af. Nou, dat is een heel interessant ding om te gebruiken. Dat is om jezelf te beschermen. Dat je het virus niet krijgt. Maar mijn grootste concern is de inwendige bescherming. Nou, wat kan je doen om je inwendige bescherming te verhogen? De eerste, zorg ervoor dat goede lever- en nierfunctie. Gebruik bita, gebruik kruiden die daarop bestand zijn. Voor meer informatie mag je natuurlijk naar Natura komen. Maar er is genoeg informatie op het internet. Ga eventjes googlen, zoek wat dingen, kruiden die je kan gebruiken voor je inwendige, voor je immuunsysteem. Gebruik paddenstoelen. Eet gezond, dat betekent niet te lang gekookt, veel groente. Daarna haal weg uit je dieet wat je immuniteit eigenlijk ondermijnt. Alcohol, suikers, vooral witte suikers en alle producten waarin de witte suikers verwerkt zijn. Zoals snoep, koekjes, al dat soort dingen. Haal dat uit je dieet. Maar je ziet direct ook, die mindset maakt dat je eigenlijk een heleboel andere ziektes ook vermijdt. Ja. Zo. Eigenlijk mijn ding is, waarom wordt er niet meer aandacht hieraan gegeven? Waarom blijven mensen alleen maar bang maken, pas op met het virus, maar empoweren ze niet, wat kan je doen om je te versterken tegen dat virus? Dat lijkt me een veel zinnigere aanpak. Nou, ik denk dat dit veel mensen tot nadenken zal stemmen. Misschien het. Ook wel de autoriteiten, de mensen die bezig zijn om het Surinaamse volk te beschermen. En één ding, alsjeblieft, als de autoriteiten dit programma misschien volgen of ervan horen, geef ons de kans mensen die het virus hebben te behandelen. Observeer ons. Als je wilt bewijzen dat we eigenlijk kwakzalvers zijn, geef ons de kans om te bewijzen dat we kwakzalvers zijn. Dat is een beetje een uitdaging. Nou, Vincent Narendorp, hartelijk bedankt voor jouw bijdrage. Ik denk dat het mensen echt aan het nadenken zet. En die praktische tips, die zijn zeker wel handelbaar voor mensen. Dat kunnen ze thuis zelf doen. Ja. Dankjewel voor je bijdrage. Graag gedaan. Dat was dus Vincent Narendorp. Hij is fytoloog, fytotherapeut, moet ik zeggen. Dat heeft alles te maken met plantengeneeskunde. Hij heeft zijn licht laten schijnen over de COVID-pandemie die nu de wereld in zijn greep heeft. En het probleem waar Suriname nu ernstig mee te kampen heeft. Wij blijven het zeggen voor dit moment. Volg in elk geval die algemene regels goed op. Want handen wassen, dat doet niemand iets. Dat is gewoon heel goed, hygiënische maatregelen. Die social distancing voor dit moment is echt wel iets dat we moeten doen. En het makkelijkste is, als je niks op straat te zoeken hebt, stay at home. Dit was het wat betreft deze aflevering van ATV COVID-19 Update. We zijn morgen terug met een nieuwe aflevering. Goeiedag.